Want naast de mixers heb je natuurlijk ook heel veel verschillende microfoons. We pakken ook even een paar bekende erbij, zeg maar. Ja. Wat hebben we hier nou staan bij de Macliner? Ja, wat wij vaak gebruiken, dat is altijd de 416. Die gebruiken we standaard. Dit is meer een richtmicrofoon. Dit heeft, als je richt, hè, het woord zegt al, een richtmicrofoon, daar vang je meestal één iemand mee op de mond gericht. Wordt eigenlijk standaard altijd, zit dat bij de set of wordt dat altijd gebruikt. En waarom? Waarom gebruik je die dan het meest? Ja, omdat meestal ben het woord zegt al, hengelen. Je bent eigenlijk meestal bezig met meerdere mensen, dat je ook erboven goed kan hengelen en dan diegene wat meer raakt. Ja, precies. Dus als je dus een andere microfoon zou gebruiken die dus niet gericht is, dan zou je dus heel veel omgevingsgeluid meepakken, toch? Ja, dat precies. Is het idee. Ja. Ja, dat kan. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de MK50, dat is deze hier tussen. Ja. Die pakt echt wat meer in de ruimte. Dus als je redelijk dicht bij elkaar staat en je hangt die microfoon ertussen, zeg maar, dan kun je ze alle twee opvangen. En dan hoef je dus niet meer echt te richten naar een van de twee personen. Nee, naar de mond toe. Nee. Dus je hangt gewoon eigenlijk, als wij nu in gesprek zouden zijn. Ja. Nou, we zitten nu wel ver natuurlijk uit elkaar. Maar als we gewoon tegenover elkaar staan, dan kun je hem er echt tussen hangen, zeg maar. Oké. Okay. Dus er wel boven, net uit beeld, maar dan ertussen. Dan hoef je hem niet helemaal te richten. Wat je met een 416 wel echt moet doen. Want als ik echt naar een van de twee richt, dan ga je die andere echt slecht verstaan. Ja. Ja. En dan hebben we daar ook nog een, dat is stereo, toch? Ja. En wat houdt stereo in? Een MS stereo set, dat houdt eigenlijk in dat je dus ook het brede beeld hebt van een ruimte. Dus je hoort als iemand links in beeld een paar stappen zet, dan hoor je hem ook echt links in plaats van alleen maar in het midden. En daarnaast zit er ook een microfoon in die wel gewoon echt de spraak goed oppakt. Dus als we jou als voorbeeld nemen en we hangen hem recht voor jou, dan hoor ik ook de omgeving daaromheen en ik hoor jou nog steeds netjes er gewoon in het midden doorheen. Ja, dat is eigenlijk gewoon het meest natuurlijke beeld, neem ik aan. Dus hoe dit echt natuurlijk ook is. Dus als jij daar zit en je praat tegen mij, dan hoor ik jou ook recht van voor. Maar ik hoor je nu in mijn linkeroor. Dat is, je creëert daar dus een wat natuurlijke beeld mee. Ja, zeker. Het is waarschijnlijk wel wat bewerkelijker, toch? Zeker, stereo. Het is best wel bewerkelijk. Ook alleen al in het opnemen. Maar achteraf is het ook best wel een klus om daar de goede mix in te maken. Ja. Dat is niet, ik zet het er even in en dan klinkt het meteen goed. Daar heb je echt een audio-nabewerker voor nodig om dat mooi te krijgen. Ja, en we wilden de stereo vandaag ook behandelen. Maar toen zeiden we eigenlijk tegen elkaar, ja, dat is zoiets specifieks. En daar kunnen we echt uren over doorpraten om dat uit te leggen. Is daar nou behoefte aan? Geef dat ook even aan. Dan kunnen we altijd nog zo'n video opnemen. We hadden het net al een beetje gezien. In ons testvoorbeeld met Ryan, daar nemen we los op. Dus we gaan straks ook zien hoe je dat met elkaar verbindt. Hè? Beeld en audio in de montage. Het verschil tussen los en vastdraaien. Wat is dat nou? Wat is dat eigenlijk? Want ik snap het fysieke verschil. Dat je dus echt losdraait en niet het audio meeschrijft op de camera. Maar ja, wat maakt het uit? Het voordeel kan zijn dat je dus meer bronnen kan opnemen, zodat je in de montage nog kan kiezen dan dat de camera kan opnemen. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een FS7. Die kan maar twee audiobronnen vanaf een mixer aan. Maar stel je nou voor, ik heb vier zenders en een hengel. Ja, dat kan ik nooit allemaal netjes wegmixen op die twee sporen. Ja, dat is het. Dus op het moment dat ik dan los ga opnemen, dan heb ik achteraf veel meer keuze en vrijheid om te zeggen, oké, nu moet ik dat spoor horen en nu die en nu die. Ja. En dat kan nu ook steeds makkelijker. Ja. Dus je ziet dat het wel veel gebeurt. En wat zijn dan de eventuele consequenties daarvan? Nou, de consequentie is wel dat je ten eerste wat extra techniek hebt op de dag zelf. Hè? Dus je moet op de dag moet je wel de kastjes los aansluiten en dat moet je wel scherp houden en af en toe tijdcode roepen tegen elkaar van joh, is hier niet ergens iets fout gegaan? Dus op de dag zelf moet je daar even een beetje op letten. Ja. Kan je ook heel veel vrijheid geven. En achteraf moet je natuurlijk alle audio en het video weer samenvoegen. En dat is wel een extra slag die je moet maken in de montage. Wat heeft jouw voorkeur eigenlijk, Vince? Ik ben heel benieuwd daarna. Ja, mijn voorkeur is eigenlijk het los opnemen. Je hebt veel meer ruimte en beweging om je cameraman heen, om de plek op te zoeken. Je zit altijd vast, hè? Als je vastdraait, dan moet je altijd ook rekening houden met je cameraman en je hebt eigenlijk vrij weinig ruimte. Je hebt het in principe wel, alleen ja, wat ik al zei, als je los opneemt en je zit los van elkaar, hè, bepaalde lichtinvallen of iets, dan kan je gewoon op plekken staan wat makkelijker is om diegene te hengelen. Ja. En wat Roeland ook al zei, je kan meerdere zenders wegschrijven. De camera kan natuurlijk maar vier kanalen meestal. Dus in principe vind ik losdraaien altijd veel fijner.